Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nanowing. Lekkering! Zeker lekkering, dat klonk heel eng. Ja, dat was half in mijn glas. Ja. Dus daarom klonk het zo. Oké, nu gaan we naar het Colosseum, het echte Colosseumgebied van de Relgrim Tower. Dit vind ik altijd zo'n freaking epische gezicht, zo. Kijk hoe ziek het is. Oh, het is wel vet, ja. Hoppee. En moet ik hier nou iets van een toernooi doen of zo? What's going on? Okay. Ja, in principe gaan we nu een Colosseum battle doen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk net zoals met die andere Colosseums. Dat is dan 4 battles. En dan heb je nog een finale volgens mij. Of nee, het is 4 battles waarvan de 4e finale. Nu is het 5 battles waarvan de 5e de finale. Okay. En dan krijg je een checkpoint. En dan vechten we tegen Nascor. Oké. En dat is de big baddie van Cypher. Allegedly. Kunnen we wel healen tussendoor? Je wordt volledig geheeld. Oh, nice. Als het goed is. Oké, je moet me helpen door deze battles heen. Ik zal mijn best ding doen in. Exploud en Scissor. Het kan zijn dat je niet wordt geheeld, bedenk ik me nu ineens. Oh, dan wordt het echt een probleem. Ja. En anders wordt het money farming. Oh, en dan. Ja, ze hebben ook Shadow Pokémon. Ik raad aan Triple Kick op de Exploud. En tegen Scissor heb je. Nee. Tegen Scissor heb je niet echt wat. Het smash op de spot van Exploud. Denk ik dan. En dan volgende beurt triple kick op de Scissor. Kijk, zo fijn als het meewerkt, hè? Ja. Hoppatee. Pidgeot, en dit doe ik head smash op. Nou, dat is dat komt heel erg mooi uit. Ja. Dit is wat minder mooi. Ja. Nou ja, zolang hij geen flying type move heeft, dan potentieel kan je het overleven, want hij was min 1 attack. Nice. Dit was wel een top play. Ja, zeker. Wat zit hij nu in? Dit is een beetje ongemakkelijk. Ja, ik zou wel op die Scissor gaan focussen. Head smash op de Vaporeon, triple kick op de Scissor, denk ik dan. Hopelijk doet dit aardig wat. Zeker. Oké. Ik had beter kunnen headsmashen op de Scissor misschien. Ja. Maar goed, die Vaporeon gaat waarschijnlijk in je Hydro Pump doen. Oh. Oké, dat is nutteloos. Alhoewel, hij gaat de volgende beurt hield hij dan. En hij hield dus helemaal niks, zo te zien. Ja, dat. En dan gewoon eigenlijk weer hetzelfde, denk ik. Oh, dit is wel een beetje ongelukkig. Uh-oh. Oh, valt mee. Ah, ja, dat is pas ongelukkig. Daar was ik al bang voor. En dan komt dit er nog bij. Maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Niet zo. Dat komt goed. Oké, die raakt. Oh, doet maar nu hield hij weer. Dat is het probleem, want hij deed wish. Ja. Maat. Ja, we doen gewoon hetzelfde. Ja. Zolang hij weer bullet punch doet, dan je overleeft nog 1 bullet punch sowieso. Raak. Huts. Scissor dood. Nog. Dag, Skysword. Komt zijn laatste. Ja, wat is de laatste Pokémon? Snorlaxing. Nou ja, triple kick. Zou een triple kick lekker zijn. Ja. Huidige pump op de Aggron. Ja, okay. Niet erg. Ampharos. Ampharosing. Hopping. En dan triple kick op de Snorlax. Thunderbolt op de Jolteon. Op de Vaporeon, maar dat zou ik doen. Oh, oeps. My B. Het is ook een Eeveelusion. Dat klopt.
Ik heb ze allemaal op mijn arm, behalve Umbreon, die moet nog. Die komt nog? Die komt nog, ja. Wanneer komt die? 8 december. Ah, 8 december, ik. Mm-hmm. Dat is ook niet heel lang meer. Mm. Nice, die had je wel even. Die kon je goed gebruiken. Die sprite is echt lelijk van de zon. Pokémon Stadium Sprite. Mm. Lekkering! Op naar de tweede battling! 3 gewone trainers. Heet deze chick nou Thomas? What the fuck? Is het een... Ja, trouwens, zij had tieten, dus ik denk het wel. What freaking. En dan heb je nog 2 cypher pions. Dit is Wheelie of zo. My turn next. Right on. Rider Dylan. Dylan. Jolteon en Marowak. Okay. Gewone Marowak? Nee. Nee, een Alolan Marowak. De gewone zit volgens mij niet in de game. Ah, je wordt niet geheeld. Dat is zeer kut. Intimidate is wel ziek. Alolan Ninetales tegen dit. Deze 2 zijn wel, ja. Wat is wijsheid? Want sowieso Marowak kan je met Hypnotop niet raken. Ik zou triple kick op Jolteon. En dan met Ninetales. Ja, fake tears op de Marowak. En dan kan je volgende beurt kan je wat harder hitten. Oh, dit is echt ongelukkig. Ja, maar dit wordt sowieso heel moeilijk, want je wordt niet geheeld. Grind time! Ja, maar dan heel veel grind time. Heel veel grind time. Ja. Ampharos? Ik weet. Wacht, kon die Marowak geen Lightning Rod hebben? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik hoop dat hij een Rockhead heeft. Shadow Bone. Maar is het toch geen stab? Dit is toch een ghost move, Shadow Bone? Oh, dit is Shadow Bone, excuse. Ik dacht even Boomerang. Oeh. Oh, ik typ Shadow Bone en ik krijg een serie. Nee. Shadow of Bones. Pokémon, Shadow Bone. Jazeker, signature move of Marowak. Dit wordt echt helemaal niks. Oh. Ze wrijven het echt heel erg erin. Ik moet echt weer wennen aan eitjes oppakken in Scarlet. Ik ben een soort shield nu gewend. Toch even wat anders. Shadow Boning, no way. Maat. Maar hij deed Boomerang, hè? Hij deed geen Shadow Bone. Oh, oké. Ja, dat dan nog eens bullshit. Nou, maakt het niet uit, joh. Maakt allemaal niet meer uit. Gooi er gewoon wat tegenaan en kijk of het blijft plakken. Let's go. Daar gaat de Shapiro in. De scherpe pedo, kabooming. Ik kan dat niet met een straight face zeggen. Waarom niet? Omdat het woord pedo is. Mm. Demonetized. Wel nee. Nee. Oh.
Gen... Oh... Rhyon... Yes... Je kan misschien nog deze verslaan. In ieder geval. Ik ga het proberen. Lankering. En anders, ja... Healing items... En grinding. Ik zie het ook niet hoe je het anders beste zou kunnen doen. Oef. Big oef. In die ding. Bounce misschien? Op de metalwerk? Ja. Ja, het vervelende is, ze hebben waarschijnlijk allebei step iets. Ja, dual wingbeat. In ieder geval ben je sneller. Zij zullen jou nooit meer outspeeden. Mm-hmm. Fuck. Het was wel beter geweest als hij neerging. En nu al helemaal, omdat hij dual wingbeat miste. Ja. Nog een keer bounce? Voor de fun? Of heatwave. Ja, ik weet niet of hij... Ja, ja, doe dan maar dan. Kijk of hij... Nee, hij heeft waarschijnlijk rocket. Oké. Burnt? Nee. Kan heatwave burnen? Weet ik veel. Dat is een fire move. Dat is waar. Alleen, helaas... kunnen niet alle fire moves verbranden. In ieder geval heb je weer een level erbij. Level 55. Oh, ik leef nog. Wow. Oh nee, wacht. Dat is dual wingbeat. Oeps. Oh. F. Ik leef niet meer. Number 15. Burger King food lettuce. Dus, dat betekent healen? Of grinden? Ja. Ja, maar 5 battles. Maat, hoe ga ik ooit 5 battles halen? I mean, heel sterk en heel veel potions hebben. Hoeveel geld heb je? Niks denk ik, want ik verlies elke keer. Jee. Nou, je hebt een aantal achter elkaar gewonnen. Oh. Dat bedoel ik. Ja, dat is niet zoveel. Kan je de Master Ball ophalen? Dat weet ik niet. Dan moeten we naar jouw favoriete dorp gaan. A gate? Yes. Want de opa van Rui die geeft jou de Master Ball als je een stuk van Railgun hebt gedaan. Oh. Hey Milan, wil je een leuk feitje weten? Wat is je leuke feitje? Ik heb dus Snorlax gebreed met een Ditto. Geen item erop. Weet je wat eruit komt? Een Munchlax. Ja. Oef. En ik heb geen... hoe heet die zooi? Ik heb geen full incense. Bobbapedia, lieging tegen mijning. Ja. Maar wat nou als... Waar is die opa? Bovenste huis. In het midden van het dorp. Die? Ja. Old man. Yo, opa 1. Dat geeft me niks. Oma? Oh. Oma? Oma misschien? Yo, oma 1. Ook oma 1 ook niet. Ik weet 100% zeker dat je daar de Master Ball krijgt. Pokémon Colosseum Master Balling. Where, when? Het probleem is ook, als ik nu naar Mount Battle ga, die Blissies, die gaan niet heel veel XP meer geven. Nee, dat is Waring. Als Haring. Maybe Delibird. Oh, het is als hij een berichtje stuurt via de ding. Nou, het kan zijn dat je pas halverwege... Ik heb wel een berichtje gekregen. Van Egan. Op je PDA. Wel een berichtje. Net. E-mail? Greetings?
If you're ever in... Ja, hij kan maar tot max zover. En dan als je doorloopt, dan gaat hij nog een keer een bericht sturen, volgens mij. Maar triggert als je hem leest. Dat is een beetje het probleem. Hmm. En volgens mij triggert hij hem ook niet op Mount Battle. Oké. Okay. Okay, dan wil ik nu iets weten. Snorlax, Serpy. En dan de Scarlet Violet decks. Volgens mij is EX is Gen 9, toch? Als jij het... Denk het Wailing. Ja, EX betekent wel 9, dus ik denk het wel. Ja, hier staat dan bij de Evolution Chain voor Breeden staat er niks bij. Voilà. En Gen 8 staat er wel bij van to get Munchlax, je hebt de full incense nodig. Ik ben gewoon gescamd, Milaning. Oeh, durven ze. Godverdomme. Nu moet ik echt ook nog eens de happiness gaan boosten van dat ding om goede te breeden. Pot for 3. Ik doe even zonder XP share trainen, denk ik. Ja, dan krijg je wel meer experience. Ja. Nou, ik zal jullie deze aflevering nog vervelen met grinden en de rest van de grinden doe ik wel even offscreen. Ja, ja. Maar dit is gewoon nodig. Dit is part of the course. Als jij het zegt, doen we dat. Jazeker. Wauw. Een bestelling. Dit is het memento. Mementos. Dit is mementos. Ik ben heel verdrietig dat ik mijn M&M's heb opgegeten gisteren. Ik heb wel zin gehad in M&M's. Maar gisteren was je wel blij met de M&M's. Ja, dat is waar, dat is waar. Toen was ik gewoon lekker aan het choppen. En ik was zaterdag was ik choppen terwijl ik een serie aan het kijken was. Lekker. Ja, zeker. Kijk hoor. Ik zie geen goede Munchlax tussen zitten. Gaan we weggooien. Waarom hebben we in Pokémon nog steeds niet, zeg maar... laat ik het zo zeggen, waarom kunnen we nog steeds niet meerdere mons deleten in één keer? Ja, mass release, dat zou zo lekker zijn. Mass release. Ik bedoel, Legends Arceus, dan kon je dat wel doen. Waarom kan je dat nu weer niet? Het is zoiets... Weet je bij welke games het ook kon? Nou? Let's go. Wauw. Ja, maar ik hou niet van let's go. Het is zo saai als je de game, de champion hebt verslagen. Klopt. Je hebt echt helemaal niks meer te doen. En dan zeggen mensen, oh je kan die 100 of 250 of 151 special trainers doen of wat dan ook. Boeien? Ja precies, niemand boeit dat wat. Niemand doet dat. Niemand. Voor de Shiny Hunt was het al een leuke game. Ja, ja op zich wel. Ik ging voor Dratini, maar ik kreeg wel volgens mij een Shiny, maar... Ze rende heel snel weg. En ik was ook aan het proberen Shiny Zapdos te krijgen, maar dat... Zal ik jou een leuk verhaal vertellen over Shiny Zapdos in Let's Go? Je hebt een Shiny Zapdos? Nee, het is al erger. Wat dan? Ik dacht op een gegeven moment, oh, ik wil even een Living Dex regelen. Heb ik uiteindelijk nog niet gedaan. Maar ik dacht van, oh, ik moet even snel een Zapdos hebben. Laat ik mijn Let's Go even opstarten. Ja. En dan moet je nagaan, toen had ik al denk ik 2 jaar geen Let's Go gespeeld. Uh-huh. En dus ik zet Let's Go aan, ik loop naar Zapdos, klik Zapdos aan, Shiny Zapdos. No Eerste way. Reactie, super blij. Ja. Yeah. Tweede reactie, oh kut, je moet hem eerst verslaan voordat je hem kan vangen. Maar ik had een kut team bij me, dus ik kon hem niet verslaan. En toen was hij een Shiny. Nee. No way. Yep.
Maar hij re-rolt hem dan als je bent verslagen. Yep. Hij lokt hem zeg maar niet in. Nope. Oh, ik dacht dat hij dat juist wel deed. Nee. Hij re-rolt hem niet. Ik kon hem niet verslaan. En hij re-rolt hem wel als je hem opnieuw gaat proberen te vangen, zeg maar. Oh. Godver. Dat is wel echt heel zuur. Nee, hij re-rolt hem niet als je hem gaat proberen te vangen. Alleen, dan moet je hem eerst kunnen verslaan. En ik kon hem niet verslaan. Ah. Terwijl, ik had genoeg Pokémon die hem wel hadden kunnen verslaan. Maar ik was de hele concept van Let's Go vergeten. Ja, ik had het zeg maar geprobeerd tot aan dat ik met Jordi zo'n serie moest gaan doen. En daarvoor moest ik online hebben, dus ik moest mijn save-hallo verwijderen. En nu heb ik Let's Go, Eevee en Pikachu, dus nu maakt het eigenlijk geen rol meer uit. Nee. Bij de games speel ik toch alleen maar om meld dan van Go te krijgen. Mm. Ik kan al Melmetal krijgen. Ik heb een Shiny Melmetal. Ik ook. Of nice. Nou, ik heb volgens mij een Shiny Meltan, maar ik heb hem nog niet geëvolved. Ik heb hem nog steeds in Pokémon Go zitten, dacht ik. Oh ja, nee, bij mij zit hij op Sword and Shield, denk ik. Oeh. Je kan hem wel... Maar je zei Melmetal, toch? Niet Meltan. Nee, Melmetal. Oh, oké. Okay. Nee, heel goed. Want je kan hem niet evolueren buiten Pokémon Go. Oh. Dat vind ik ook zoiets doms. Ja, hoezo kan je hem nog steeds alleen nog maar in die game evolueren? Het slaat toch nergens op? Nee, het slaat inderdaad nergens op. Net zoals dat je die old school mons hebt. Dus kijken. Welke waren dat ook alweer? Oh ja, Ursaluna kon je toch niet evolven? Of wel? Ik weet niet meer hoe dat ook weer zit. Pokémon Scarlet. Volgens mij kan je ook niet geen Kleavor krijgen. Ja, klopt, want het item is er niet. Oh ja, fuck. Ursaring heeft natuurlijk ook een item nodig. Mm-hmm. Oh, het eerste wat er staat is: There is no way they can evolve Ursaring into Blood Moon Ursaluna. Dat ook. Dat kan ook niet, inderdaad. Nee. Misschien in Gen 10 dat wel kan. Ja, weet je wat ik nog graag wil in Gen 9? Want Gen 10, dat voor mij moet het nog denk ik wel een jaar of twee duren. Ja, ik verwacht eerst dat er over een jaar remakes komen van Black and White. Of in ieder geval, ja, dat denk ik. Ik denk dat dat de grootste kans heeft. Maar dat, ja, ik denk oprecht dat dat gaat gebeuren. Ik heb echt geen idee wat ze gaan doen. Ik zou het echt niet weten. Ik wil nog wel de Galarian Bird Shiny kunnen krijgen. En dan niet in Pokémon Go, please. Mm-hmm. Dat zou ik nog wel heel vet vinden. Tof. Volgens mij zijn ze nog niet eens Shiny in Pokémon Go. Volgens mij ook niet. Ik wist niet eens dat ze in Pokémon Go zaten zelfs. Ja, ze zitten erin. Je hebt toch die... dat blauwe dingetje, die blauwe incense. Maar als je de game opstart, dan heb je rechts... Ja, de daily incense. Ja, de daily incense. Daarmee kan je ze, zeg maar, vinden. Wojo? Ja, als je ze hem gebruikt, dan heb je een kans dat ze een van die drie spawnt. Alleen die kans is mokerlaag. Ja. Maar het helpt wel als je wint, of als het windachtig is of zo. Oké. Okay. Nee, het ligt aan wat voor type weer je hebt. En dat kan dan hun... spawn rate boosten. Wajo, vet. En volgens mij wind, heel veel wind, dat was dan voor Articuno. En ik weet eventjes niet meer wat het was voor Zapdos en Moltres. Heel erg zonnig voor Moltres misschien? Geen idee, ik weet het niet meer. Ik had het een keer gelezen, maar ja. Ik vergeet het dan weer, want ik kom ze toch niet tegen. En het helpt als je in een rechte lijn loopt. Dus alleen maar rechtdoor. The fuck? Ja, dat snap ik ook niet helemaal waarom dat heel veel zou helpen. Maar als ze het zeggen, weet je, I mean, misschien is het wel waar. Mm-hmm. Is het nou al 9 uur? Yep. Voor mijn gevoel zitten we het nog maar een anderhalf uur. Oh, wacht. Dat is ook zo. Het is ook zo. Oh.
zeker leren. Maar goed, dat boost dan hun spawn rate. Alleen ik heb ze nog nooit tegengekomen. Mm. Plus ik gebruik die daily dingen eigenlijk bijna nooit. Nee, ik moet hem op dit moment gebruiken voor een... Voor challenge. Van die challenges. Moet je 100 Pokémon vangen met de daily incense. Nou, dat duurt fucking lang. Dat duurt inderdaad fucking lang. En volgens mij deed ik daar echt 3 maanden over, omdat ik hem eigenlijk nooit gebruikte. Ik had dan met, volgens mij GoFest had ik hem gebruikt. Toen dacht ik, oh, dan kan ik even snel dingen vangen, want ik ben toch aan het lopen om dingen te vangen. Mm-hmm. En op een gegeven moment had ik ook in weekenden dat ik dan zoiets had van, weet je wat? Ik gebruik gewoon zo'n daily incense, of als ik de hond ging uitlaten, gebruikte ik ook zo'n ding en dan checkte ik gewoon continu of er zo'n Galarian Bird spawnt of niet. Zo, je Aggron en je Hippopotam zijn al bijna level 60. Yep. Kijk, dat gaat wel smooth. Oh, je krijgt nu 14.000 experience. 1400 denk ik, maar... Oh, sorry, ik bedoelde 1400 in plaats van 14.000. 14.000 is net even wat anders. Dat zou wel lekker zijn als je 14.000 XP zou krijgen. Oh, dan was je wel ergens in level 70 geweest waarschijnlijk. Misschien zelfs 80. Oh, ik moet echt weer chocolade pepernoten gaan kopen. ik kan niet zonder. Nou, ik kan wel zonder, maar ik vind het gewoon heel erg lekker. Sowieso, ik heb alleen nog maar van die droge chips in mijn kamer liggen, qua snacks. Sad. En ik zag ook alweer dat mijn Pepsi voorraad er bijna doorheen is. Ik kan nog sowieso deze week zonder dat ik moet bijvullen, dus dat scheelt. Oké. Okay. Oh, kut. Ik moet naar de Albert Heijn, Milan. Ik hoor het en ik ga de aflevering beëindigen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer. Adios, amigo.